Met Rob Aandacht voor Heerenveen, Lisa van Ruinsma. Baan 1 voor MNC Dordrecht, Lisa Nootjes. Op baan 7 voor Hieronymus, Manon Vermaaien. Op baan 2 voor de Columbiaan, Inge Belfort. Op baan 6 voor Zeemacht, Amber van der Kreuk. Op baan 3 voor de Devo, Chantalle Zijderveld. Op baan 5 voor Amersfoort, Lisa Kruger. En op baan 4 voor Eenschoppen, Marije Oosterhuis. Dit is de finale, dames. 100 meter vrije slag, IPC. Take your marks. Zo gaan deze dames op naar de uur voor het einde van deze race opmaken van de punten. Dat dit daar als eerste aan Lisa Kruger in 1.02.23. De tweede tijd voor Marije Oosterhuis in 1.03.20. De derde tijd voor Chantalle Zijderveld in 1.03.81. Dan wachten we op de officiële uitslag en die verschijnt nu in beeld. Dat is 879 het hoogste puntenaantal. 879, dat betekent dat de nieuwe Nederlands kampioene dames 100 meter vrije slag heet Lisette Bruinsma.